heropende vergadering. Aan de orde is het 2 minuten debat maatschappelijke diensttijd. Ik heet de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van harte welkom. De woordvoerders in de zaal en ik geef meteen het woord aan de heer Krul. Hij zal spreken namens het CDA. Voorzitter, het allerlaatste debat van deze avond alweer. Maar wel een heel belangrijk debat, namelijk over de maatschappelijke diensttijd. Een geweldig project wat de sociale cohesie versterkt en kans draagt dat jongeren zich kunnen ontplooien. En daar hebben wij 1 motie over. De Kamer, gehoord de beraadslaging, constateren dat de maatschappelijke diensttijd een groot succes is. Overwegende dat het goed is om te kijken hoe we er naartoe kunnen werken dat alle jongeren zich voor een deel van hun tijd vrijwillig in kunnen zetten voor de samenleving. Dat kan bij Defensie, in de zorg of bij maatschappelijke organisaties zoals verenigingen. Constateren dat in Zweden een model voor dienstplicht bestaat waarbij iedereen wordt opgeroepen en geacht wordt te reageren en daarna een selectie volgt waardoor niet alle jongeren de dienstplicht daadwerkelijk vervullen. Van mening dat een Zweeds model zich ook kan lenen om ervoor te zorgen dat alle jongeren in aanraking komen met de maatschappelijke diensttijd. Verzoekt de regering samen met jongeren te onderzoeken hoe elementen uit het Zweeds model voor maatschappelijke diensttijd van toegevoegde waarde kunnen zijn om ervoor te zorgen dat alle jongeren zich voor een deel van hun tijd vrijwillig in kunnen zetten voor de samenleving. Gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door de leden Drost, Pauw Verweij en Bisschop. Voorzitter, rest mij alleen nog een compliment te maken aan de geweldige organisatie van de Kamer. Het was echt fantastisch om vandaag zoveel mensen zo bevlogen aan het werk te zien. En ik wens iedereen nog een spoedige ochtend toe, want dat is het inmiddels. Dank u wel, meneer Krul. En dan geef ik het woord aan de heer Drost, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Over de maatschappelijke diensttijd, iets wat de ChristenUnie aan het hart gaat. En ik heb een aantal moties. De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit de onderzoeksrapportage 2022 blijkt dat de maatschappelijke diensttijd succesvol is in het bereiken van haar doelen, namelijk dat jongeren hun talenten ontwikkelen, iets doen voor de ander en andere mensen ontmoeten. Constaterende dat de overheid komende jaren blijft investeren in de maatschappelijke diensttijd en zo blijft investeren in de jongeren als een generatie van hoop die zich inzet voor de samenleving. Overwegende dat MDT, afkorting voor maatschappelijke diensttijd, ook een middel bij uitstek is om kansengelijkheid te vergroten en het daarvoor van belang is dat alle jongeren worden bereikt. Ook groepen die vatbaar zijn voor kansenongelijkheid, zoals jongeren met een hoge kans op schooluitval, met schulden of die te maken hebben met armoede. Overwegen dat het verhogen van kansengelijkheid om een lange adem vraagt en langdurige samenwerking met gemeente en onderwijs daarvoor cruciaal is. Overwegen dat er onder gemeente een uniform gedragen beeld over MDT ontbreekt. Verzoekt de regering om in overleg met onderwijs en gemeente te verkennen op welke manieren MDT nog beter kan aansluiten op bestaand beleid en daarmee kan worden ingezet om de kansengelijkheid te verhogen en zoveel mogelijk jongeren te bereiken, waarbij in de verkenning ook de voorspelbaarheid van financiering wordt meegenomen. En gaat over tot de orde van de dag. Drost, Krul en Pauw Verweij. De Kamer gehoort de beraadslaging constateren dat de salarissen onder CAO Sociaal Werk per 1 juli 2023 met 7% zijn gestegen. Ze per 1 januari 2024 met 4% stijgen en per 1 juli 2024 wederom met 4%. Overwegende dat MDT-aanbieders op deze manier te maken hebben met hogere kosten door het aanbieden van MDT-trajecten zonder dat de subsidie daarop is ingesteld. Verzoekt de regering om in overleg met MDT-aanbieders in kaart te brengen of de toegenomen personeelskosten vanwege de afspraken van CAO Sociaal Werk 2023-2025 zorgen voor knelpunten bij de organisaties die deelnemen aan lopende projecten en de Kamer hierover te informeren in de eerstvolgende voortgangsrapportage. Gaat over tot de orde van de dag, Drost en Krul. En dan de laatste, voorzitter, de Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat in de regeling 5a 2022 de inspanningssubsidie voor MDT-partners een prestatiesubsidie is geworden. Constaterende dat in regeling MDT 2023 de hele subsidie wordt uitgekeerd als 85% van de trajecten zijn afgerond. Overwegende dat MDT-aanbieders aangeven dat de systematiek van regeling 5a zorgt voor druk op organisaties en jongeren en samenwerking in de weg staat wat negatieve gevolgen heeft voor zowel MDT-partners als jongeren. Overwegende dat het juist van groot belang is dat er wordt samengewerkt en dat zoveel mogelijk jongeren met MDT kennis moeten kunnen maken. Zowel jongeren met een hoger uitvalrisico als jongeren waarvan al bijvoorbeeld zeker is dat ze direct zullen voltooien. Verzoekt de regering om, net als in de regeling MDT 2023, in subsidieronde 5a subsidie voor niet afgeronde trajecten te verstrekken als minstens 85% van de voorgenomen trajecten bij een project wel zijn afgerond. Verzoekt de regering om te onderzoeken
onder welke voorwaarden van prestatiesubsidies de druk bij MDT-partners wordt geminimaliseerd en samenwerking tussen MDT-partners wordt gestimuleerd en de uitkomst hiervan bij nieuwe rondes mee te nemen en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel, meneer Drost. Door Drost en Krul. Voorzitter, mag ik u hartelijk danken voor al uw werk en voor iedereen die daar ook achter staat en omheen staat. Dank u wel. Dank u wel, meneer Drost. Het is dat het laatste debat is, want qua tijd... Ja. Dan geef ik het woord aan mevrouw Pauverwij, BBB. Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn fractievoorzitter heeft natuurlijk eerder vanavond een vrij stevig statement gemaakt, waar ik het overigens inhoudelijk helemaal mee eens ben. Maar goed, vervolgens moest ik dus over de gang naar haar kamer om te zeggen dat ik toch wel heel erg graag in het allerlaatste debat van de avond één motie in zou willen dienen. Maar goed, na haar uit te leggen hoe bereidwillig de minister zich al opgesteld had en hoe fijn het zou zijn als ze dit belangrijke punt uit ons verkiezingsprogramma vast op zouden kunnen starten voordat we zelf hopelijk mee mogen draaien aan de knoppen in een volgende coalitie, zei ze, nou oké, eentje dan. Dus bij deze. De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegende dat het programma Op Missie met Defensie een mooi project is om jongeren kennis te laten maken met Defensie. Overwegende dat een dienstrecht Defensie nauw kan verbinden met datgene wat het beschermt, onze samenleving in het algemeen en onze opgroeiende generatie in het bijzonder, verzoekt het kabinet te onderzoeken hoe MDT-missie kan worden uitgebouwd met een dienstrecht en de Kamer hierover voor het zomerreces van 2024 te informeren en gaat over tot de orde van de dag samen met de collega's Bisschop, Krul en Drost. Dank u wel. Dank u wel. En u en alle van de ondersteuning natuurlijk heel erg bedankt bij deze lange avond. Dank u wel, mevrouw Pauverwij. En dan geef ik het woord aan mevrouw Westerveld. En zij zal spreken namens de fractie GroenLinks PvdA. Want vanaf vandaag bent u één fractie. Gefeliciteerd daarmee. Gaat uw gang. Dank u, voorzitter. En voorzitter, ik ben ook dol op jongereninspraak. En dat doet het ministerie van OCW goed met een beurzenregeling en ook met subsidiëring van jongerenorganisaties. Maar ik vind ook dat we alle jongeren in Nederland zouden moeten horen. En dan wringt het wel eens, want juist jongeren die bijvoorbeeld jongeren vertegenwoordigen in de jeugdzorg zitten of dakloos zijn of in de gehandicaptenzorg, die hebben eigenlijk niet zo'n regeling. En daar gaat mijn motie over. De Kamer gehoort de beraadslaging. Constateren dat het kabinet om jongeren in staat te stellen een bijdrage te leveren aan de samenleving een bedrag oplopend tot 200 miljoen euro per jaar beschikbaar stelt voor de maatschappelijke diensttijd. Overwegende dat Nederland al tientallen jongerenorganisaties kent die een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving. Overwegende dat in beleid en debat veel minder aandacht is voor jongeren die met minder kansen of jongeren die niet studeren. En zij ook vrijwel niet gepresenteerd worden in besturen van landelijke belangen of politieke jongerenorganisaties. Verzoekt de regering om samen met de jongerenorganisaties die momenteel een beurs krijgen in gesprek te gaan over in hoeverre de huidige beurzen en faciliteiten toereikend zijn om bestuursfuncties toegankelijk te maken voor jongeren met diverse achtergronden en opleidingsniveaus. En verzoekt tevens jongerenorganisaties die belangen vertegenwoordigen van jongeren in de jeugdzorg en jongeren met een beperking beter te faciliteren. En de Kamer te informeren over de uitkomst van deze gesprekken gaat over tot de orde van de dag. En deze motie is mede ingediend door de heer Drost van de ChristenUnie. En ik zie dat er nog een klein spelfoutje in staat. Dank u wel, mevrouw Westerveld. Dank u wel, voorzitter. En het is laat voor ons allemaal. Zo is dat. En het is op tijd gecorrigeerd. Dus ik schors de vergadering voor een enkel moment, zodat de moties verspreid kunnen worden.
Ik heropen de vergadering. Aan de orde is het 2 minuten debat maatschappelijke diensttijd. En ik geef het woord aan de minister. Ja, voorzitter, dank. We hadden gisteren een mooi debat en fijn om nu ook de ingediende moties te kunnen behandelen. De eerste motie van de heer Krul, die lijkt me heel zinvol. Het lijkt me zinvol om te onderzoeken hoe de elementen van het Zweedse model van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de maatschappelijke diensttijd. En ik ben eigenlijk blij met de expliciete oproep van de heer Krul om jongeren hierbij te betrekken. Dit past ook geheel in de werkwijze van de maatschappelijke diensttijd. En daarmee geef ik de motie oordeel Kamer. Dan motie 2. Die motie geef ik ook oordeel Kamer, want ik denk dat MDT een belangrijke rol kan spelen in het versterken van kansengelijkheid. En in de praktijk zijn ook heel veel trajecten hier ook al op gericht. Wat ik wel belangrijk vind om aan te tekenen is dat MDT zich ook echt richt op alle jongeren. He, is van grote waarde voor alle jongeren. Of je nou in een kwetsbare positie bevindt of dat het je voor de wind gaat. MDT kan heel veel toegevoegde waarde bieden aan al die groepen. En nou ja, met die kanttekening geef ik deze motie oordeel Kamer. Dan motie 3. Die ging over eventuele knelpunten in de loonkosten. Ja, ik kan de heer Drost verzekeren dat ik doorlopend in gesprek ben met MDT-aanbieders. En dit gespreksonderwerp kan ik daar uiteraard expliciet in meenemen. In de volgende voortgangsrapportage zal ik mijn bevindingen met uw Kamer delen. En die voortgangsrapportage die zal de Kamer voor het zomerreces 2024 ontvangen. Wel zeg ik, in het bijzonder in de richting van de heer Drost, dat ik geen valse verwachtingen wil scheppen. Want indexatie van lopende subsidieregelingen is niet gebruikelijk. En dit moet nadrukkelijk worden opgenomen in die subsidieregeling. Dat is hier niet het geval. Daarbij geldt ook dat ik de middelen voor een eventuele indexatie zou moeten vinden binnen mijn eigen begroting. En dit betekent dat ik op iets anders zou moeten bezuinigen. En bezuinigen op onderwijs is in ieder geval niet iets wat ik in eerste instantie voor ogen heb. Maar met deze kanttekeningen kan ik de motie oordeel Kamer geven. Dan gaan we door naar motie 4. Op dit moment is een staffel van toepassing voor regeling 5a, de subsidieregeling 5a, op basis waarvan wordt bepaald welk bedrag wordt teruggevorderd indien een traject niet wordt afgerond. Onder andere omdat de administratie erg arbeidsintensief is, zowel voor MDT-partners en de subsidieuitvoerder, is in de subsidieregeling voor 2023 de berekening voor de vergoeding voor niet afgeronde trajecten vereenvoudigd. Dat komt erop neer dat er geen terugvordering van de subsidiemiddelen plaatsvindt indien minimaal 85% van de trajecten is afgerond. En omdat ook voor de regeling 5a te bewerkstelligen is inmiddels het wijzigingsproces reeds opgestart. Ik zie de motie daarom ook als een aanmoediging om daarmee door te gaan en kan hem oordeel Kamer geven. Dan motie 5 van mevrouw Pauverwij over het onderzoeken van de uitbouwen van MDT-missie. Ik ga met Defensie in gesprek om te onderzoeken hoe MDT-missie verder kan worden uitgebouwd en hoe een dienstrecht daarin past. En ik zal mijn bevindingen delen met uw Kamer voor het zomerreces 2024. En daarmee krijgt de motie oordeel Kamer. Dan tot slot de motie van mevrouw Westerveld. Die ging over jongerenorganisaties. Ja, ik begrijp de zorg van mevrouw Westerveld heel goed. Wel zie ik dat deze oproep, breder is dan alleen het domein van OCW. En ik kan met mijn collega's en ik zal met mijn collega's in gesprek gaan om te kijken hoe we hier ieder vanuit onze eigen verantwoordelijkheid stappen in kunnen zetten. En hiermee geef ik de motie ook oordeel Kamer. Dank u zeer. Daarmee zijn we aan het einde gekomen. Ja, ik zie nog een vraag van mevrouw Kat. Eén vraag nog van mevrouw Kat, D66. Ja, dank voorzitter. Dank voor de appreciatie van motie 5. Daarin staat in het dictum juist hoe verzoekt het kabinet te onderzoeken hoe MDT-missie kan worden uitgebouwd. Dus niet of, maar hoe. Dus dat vind ik wel een belangrijke nuance. Dus ik snap dan de appreciatie niet, voorzitter.
De minister? Mevrouw Kat heeft helemaal gelijk. Ik heb op de een of andere manier voorzichtigheidshalve het of ingebouwd, maar dat stond zelfs niet in mijn tekst. Dus terecht dat u mij daarop wijst. Ja. Ja. Dus dat is... Oordeel blijft oordeelkamer. Ja, maar wel met die interpretatie. Ja. Oké. Dank u zeer. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze beraadslaging. Het is het laatste 2 minuten debat voor het verkiezingsreces. We gaan over een uur stemmen. En dat, even kijken, het is nu 18 over. Een moment. Ik schors de vergadering tot 2:10.